Ja, welkom dus bij de meeting over klimaatstrijd als klassenstrijd. Ik denk dat ik hier niemand hoef uit te leggen hoe het ervoor staat op het moment met klimaat en hoe dat bestreden wordt. Ik wil deze discussie dan ook vooral gaan hebben over wat er nodig is om die strijd te winnen. Die klimaatbeweging zit wel in een aardige lift de laatste maanden / jaren. Met een paar hele grote succesvolle mobilisaties in Nederland. Natuurlijk de A12-blokkades, maar ook onlangs nog de grootste klimaatmars hier in Nederland. Die A12-blokkades hebben enorm veel teweeg gebracht. Waarom? Daar zullen we het later nog wel even over hebben. Maar we hebben in Nederland de overheid ertoe gedwongen om met de billen bloot te gaan en de boeken te openen over hoeveel fossiele subsidies ze nou eigenlijk uitgeven. Zonder die acties was dat nooit gelukt. Maar hoe succesvol en grootste acties de afgelopen jaren ook zijn geweest, we lijken nog niet dichtbij de noodzakelijke verandering te zijn die we echt nodig hebben. Wat we hier wel voor nodig hebben is dus om echt die massa's op de been te krijgen. En de kern hiervan is dat onze strategie niet of onvoldoende relateert aan daar waar de macht ligt. En welke mensen we voor ons eisen zouden moeten winnen. De werkende klasse. Dit ligt onder andere aan het soort eisen die we stellen, maar vooral ook hoe we onszelf organiseren. Ik zal in mijn verhaal eerst uitleggen wat ik bedoel met die arbeidersklasse en welke rol deze speelt in het kapitalistisch systeem waarin we leven. Daarna zal ik uitleggen hoe en waarom het lot van de werkende mensen en onze leefomgeving aan elkaar verbonden is. Waarom lukt het ons niet om die werkende klasse aan onze klimaatstrijd te binden? In Climate Change as Class War, wat ik hier ook heb liggen. Het ligt ook in de boekenwinkel. Geeft Matt Huber een aantal hele goede argumenten over waarom het ons eigenlijk niet voldoende lukt om aan te sluiten bij die werkende klasse. Daarna kunnen we kijken naar hoe we dan wel die massabeweging kunnen gaan bouwen om verandering af te dwingen. Ik zal waarschijnlijk niemand in deze zaal ervan moeten overtuigen of hoeven overtuigen dat dit afgedwongen moet worden en wetenschap, moraliteit of iets anders machthebbers er niet van zal overtuigen om het juiste te doen. Kortom, wat is er dan wel nodig? Daarmee beginnen we bij een analyse over wat klasse is. We zijn revolutionair socialisten, wij geloven in een klasseanalyse. De arbeidersklasse is inherent verbonden aan het kapitalisme. Bestaat ook niet zonder het kapitalisme. Het kapitalisme is een wijze van productie die gebaseerd is op het privé-eigendom van productiemiddelen. Onder productiemiddelen verstaan we alles wat nodig is om te produceren, zoals fabrieken, computers, grondstoffen, land, water, maar natuurlijk ook arbeid. De samenleving is volgens socialisten verdeeld in klassen. Deze klassen zijn gebaseerd op de positie die de mensen van die klasse in het productieproces en in de maatschappij innemen. De productiemiddelen zijn in handen van een kleine groep genaamd kapitalisten. Tegenover die kapitalisten staat een veel grotere groep, de arbeiders. Deze zorgen ervoor dat de productie draaiende blijft. Ze hebben in tegenstelling tot de kapitalisten geen productiemiddelen in hun bezit, maar kunnen alleen hun arbeid en denkkracht verkopen. Ze zijn hiertoe gedwongen binnen het kapitalistische systeem om zichzelf te voorzien van een inkomen om vervolgens weer de spullen te kopen van kapitalisten om in hun behoeften te voldoen. Er is ook een middenklasse van mensen die niet in loondienst zijn omdat ze voor zichzelf werken. Hierin kun je denken aan winkeliers, boeren of aan andere kleine ondernemers. Sommigen zeggen misschien dat arbeiders niet meer bestaan. De wereld is sinds Marx en Engels enorm veranderd, sinds zij het voor het eerst over klasse hadden. En in onze eigen omgeving zien we weinig fabrieksarbeiders. Het beeld dat mensen toch wel hebben bij het idee van een arbeider. Maar als je klas analyseert vanuit de benadering wie er afhankelijk is van het verkopen van arbeid om te overleven, dan moet je concluderen dat in Nederland we nog steeds een aanzienlijk groot deel arbeiders hebben. Wel is de arbeidersklasse inmiddels behoorlijk veranderd, als wel ons idee van wie daarbij hoort. Zo is het nu gangbaar dat we bijvoorbeeld ook reproductieve arbeid, zoals ouderschap, ook onder arbeid scharen. Maar wat heeft dit nou te maken met kapitalisme en met klimaat? De kapitalisten hebben andere belangen dan arbeiders. De laatste hebben vooral belang in reproductie, dus in overleven, in het
zichzelf en in hun behoeften voldoen. De kapitalisten hebben winst maken als het grootste belang. Kapitalisme is namelijk gebaseerd op economische groei en ook vooral op oneindige groei. Hiervoor is de uitbuiting van arbeiders die loonarbeid verkopen essentieel, waarop via de markt winst gemaakt wordt en de productie weer verder kan worden uitgebreid. De kapitalisten zitten eigenlijk vast in een constante concurrentie en moeten concurreren om een zo groot mogelijk marktaandeel, willen zij niet ten onder gaan. Dit leidt tot steeds meer concentratie van kapitaal en groeiende ongelijkheden tussen arm en rijk. Zo gaat het ook met klimaat. Kapitalisten worden binnen het systeem gedwongen om te concurreren, om die winst te maken. Binnen het kapitalisme is klimaatverwoesting dan ook rationeel, omdat er winst mee gemaakt kan worden. Maar ook omdat het een uitkomst is van winstmachine. Denk aan nieuwe, maar denk ook aan bijvoorbeeld nieuwe handelsroutes via de Noordpool. Of gasvelden die nu ergens in Siberië vrijkomen. Maar ook de enorme subsidies van ons belastinggeld naar grote bedrijven om bijvoorbeeld windmolens te exploiteren, in plaats van dat we dat onder eigen gemeenschap gaan beheren. Eerst het idee alsof de klimaatcrisis door de mens is veroorzaakt, terwijl de uitstoot pas in die laatste 200 jaar sinds de opkomst van kapitalisme deze drastische vorm heeft aangenomen. Andreas Malm, een schrijver die de laatste jaren bekend is geworden door het boek How to Blow Up a Pipeline, heeft hier, vind ik, een sterke kritiek op. En vindt het ook eigenlijk onterecht om het Anthropoceen te noemen. Hè? Dus de tijdperk waar de mens eigenlijk alles bepaalt. In zijn boek gaat hij in op de investeringen van kapitalisten in bijvoorbeeld de stoommachine, die de basis legde voor de fossiele economie. Daar heeft de mens het als geheel, dus inclusief de arbeidersklasse, eigenlijk heel weinig zeggenschap over gehad. Iedere maatschappij bestaat eigenlijk op twee pijlers. Of we nou over de moderne maatschappij hebben of vroegere maatschappijen. En dat is het voldoen in menselijke behoeften en het via arbeid omzetten van natuur in middelen om ons in die behoeften te voldoen. Hoe we dat doen wordt bepaald door het economische systeem waaronder we leven. Hoe we die samenleving dus organiseren. Op dit moment is er geen rationele planning in de economie. En wordt deze volledig bepaald door de belangen van kapitalisten die met elkaar concurreren. Met veel overproductie, verspilling en vervuiling tot gevolg. Maar we hebben hier als arbeider vrijwel niks over te zeggen. We stemmen één keer in de vier jaar, laatst weer, op mensen. En dat moet doorgaan voor democratie. Maar op ons werk hebben we vervolgens eigenlijk niks te zeggen. Hoeveel grondstoffen, arbeid en energie inzetten is niet aan ons. Dit wordt nu zo ingezet dat het de meeste winst oplevert. In plaats van zo dat het maximaal aan onze behoeften voldoet, met zo min mogelijk, waar we zo min mogelijk veilig werk voor doen, voor onze tijd voor inzetten. En natuurlijk zo min mogelijk negatieve invloed op onze leefomgeving. Als we ongelijkheden in uitstoot ook bekijken, zien we dat degenen die de productiemiddelen in handen hebben ook verreweg het meeste uitstoten. 100 bedrijven zijn goed voor 71% van de uitstoot. En het begin van de 21ste eeuw heeft 45% van de armste aardbewoners 7% van de emissies veroorzaakt. Ten opzichte van de rijkste 7%, die goed is voor 50% van de uitstoot. Dit is niet alleen omdat deze rijke mensen zo'n luxe levensstijl hebben of hun consumptiekeuzes, maar omdat zij tot een bepaalde klasse behoren die de wijze van productie bepaalt die ontzettend vervuilend is. Zolang ons economisch systeem alleen op winst draait, komen we er niet met de fossiele industrie overtuigen om een groen beleid te voeren. Fossiel en vervuiling is altijd voordeliger en er zal alles worden gedaan om daarmee door te gaan. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien in het geld dat er wordt gestoken in de lobby tegen klimaatbeleid vanuit de fossiele industrie. Ik kijk nu naar de COP, het is alweer de 28ste COP, maar er zijn nog nooit zoveel fossiele lobbyisten aanwezig geweest. Ik geloof dat het zover is, 1 op de 10 is nu van de fossiele industrie die daar aanwezig is. Het lot van klimaat en arbeid is dus met elkaar verbonden. Beide wordt op geparasiteerd door kapitaal. Zoals ik heb verteld, hebben we daar in de huidige organisatie van de maatschappij vrijwel niks over te zeggen.
als revolutionair socialist is het aan ons dan ook daar, is het dus ook aan ons om daar wat aan te doen. We moeten als arbeiders zeggenschap krijgen over ons eigen lot en dat van ons klimaat. Zolang we onder kapitalisme leven, gaat dit niet gebeuren en we zullen dit systeem dus omver moeten werpen. Revolutionairen weten dat we anders om kunnen gaan met elkaar en de omgeving en dat het systeem ons in de weg zit. En die realisatie, dat is eigenlijk ook een, ja, noemen socialisten vaak ook klassebewustzijn. Dat bewustzijn gaat ook verder dan enkel bijvoorbeeld landsgrenzen. Kapitalisme is een internationaal systeem van uitbuiting en onderdrukking, wat is verdeeld langs lijnen van bijvoorbeeld ras en gender. Dat is natuurlijk niet in ons voordeel. We zijn onderdeel van dezelfde klasse, of je nou zwart, wit, vrouw, man of trans bent. Kapitalisme is internationaal, dus onze klasse en dus ook onze klasse solidariteit moet dat ook zijn. En dat is ook waarom bijvoorbeeld solidariteit met de Palestijnen vanzelfsprekend zou moeten zijn voor klimaatactivisten. Als we eenmaal die democratie krijgen op ons werk en in onze samenleving, dan kunnen we ook zien dat een heleboel dingen die nu vanzelfsprekend en logisch zijn, vanuit het perspectief van de arbeider helemaal niet logisch is. Als bedrijven enorm veel winst maken, zou het dan voor arbeiders logisch zijn dat er meer geld naar aandeelhouders gaat? Of zouden we ons eigen loon verhogen? Zouden we enorm veel water inzetten voor de productie van avocado's? En de lokale gemeenschap geeft geen water? Ik denk het niet. Zouden we enorm veel voedsel weggooien, terwijl heel veel mensen honger hebben? Lijkt me ook niet. Zouden we de chemicaliën van Chemoer, PFAS, zouden we die zo in de Maas dumpen? Denk het niet. Als we het zelf voor het zeggen zouden hebben. Laat staan bijvoorbeeld lithium. Dat wordt nu onder groen kapitalisme ingezet voor de productie van duurzame auto's. Maar ja, dat is ook een eindige grondstof die we volgens mij beter in kunnen zetten voor een duurzaam openbaar transportsysteem. Maar ja, dit gaat niet vanzelf gebeuren. En staat en kapitaal gaan niet luisteren naar eisen zoals klimaatrechtvaardigheid of luisteren naar de wetenschap. Ook wetenschap wordt in dit systeem alleen maar ingezet op die delen van wetenschap die voordelig zijn voor het kapitaal. We hebben dus die kracht en macht van de arbeidersklasse nodig. En daar ligt dus ook het belang voor klimaatactivisten om meer te gaan samenwerken met arbeiders. Deze komt al samen en die arbeidersklasse komt al samen in de vakbond. En dat is een plek waar ook het klassebewustzijn over het algemeen sneller ontwikkeld wordt. Het wil niet zeggen dat het er allemaal al is binnen de vakbond, maar dat is wel waar in ieder geval de strijd tussen arbeider en kapitaal al vorm krijgt. Zeker bij de Nederlandse vakbond, ik werk daar zelf, is er nog een heleboel. Valt er nog een boel te verbeteren. We zijn er nog lang niet. Maar dat is wel de plek waar arbeiders al samenkomen. En waar we dus ons mee moeten gaan bemoeien als klimaatactivisten. Maar waarom lukt dat onvoldoende om die aansluiting te vinden? En daar heeft Matthew Huber dus denk ik een aantal hele goede argumenten voor. Arbeiders en kapitalisten hebben dus uiteenliggende belangen. En in het boek Climate Change as Class War stelt Matthew Huber een klimaatpolitiek voor die aantrekkelijk is voor de meerderheid in de samenleving, die arbeidersklasse. Wat ik interessant vind is dat het boek vertrekt vanuit een klasseanalyse van de klimaatbeweging. De focus ligt in het boek vooral op de Verenigde Staten, maar is ook herkenbaar voor de Nederlandse klimaatbeweging. Hij stelt dat een groot gedeelte van de klimaatbeweging tot een aparte laag van de werkende klasse behoort. Hij noemt dat de professional class. Hij ziet het als deel van de middenklasse. Daar ben ik het niet mee eens. Het is meer een soort aparte laag binnen de arbeidersklasse. De professionele klasse is een groeiende groep werkenden die gestudeerd hebben en een bepaalde autonomie hebben binnen hun werk.
Zo bijvoorbeeld managers, universiteitspersoneel, mensen die werken bij NGO's. Mensen die verder van productie verwijderd zijn en vooral denkwerk uitvoeren. Huber ziet verschillende tendensen. Hun werk draait veelal om het produceren en verspreiden van kennis en wordt uitgevoerd ver weg van dus echt de materiële productie. En ze benaderen de klimaatcrisis dus ook vooral vanuit wetenschap en feiten. Het leidt tot een strategie waarin een focus op overtuiging en wetenschap ligt. Het idee is dat het niet geloven in klimaatverandering het grootste probleem is. Als genoeg mensen op de hoogte zijn, dan komen er meer mensen in actie en kunnen politiek leiders er op een gegeven moment niet meer omheen om een daadkrachtig klimaatbeleid door te voeren. En klimaatbeleid wordt dus ook vooral gezien als technologische of beleidsfixes binnen ons huidige systeem. Iets dat we ook veel zien in grassroots, bijvoorbeeld Greta Thunberg en FFF en de roep om te luisteren naar de wetenschap. Marxistische analyses vertrekken echter vanuit een materialistische benadering, zoals we hebben gezien in het stukje over klimaat en kapitalisme. Zodoende stellen zij dat de dagelijkse realiteit en omstandigheden bepalen hoe mensen de wereld bekijken. Vanuit hier is het niet vreemd dat de oplossingen die deze professional class naar voren schuift, ook vanuit de ideeënwereld komen, weinig aansluiting vinden. Het zijn gewoon abstracte begrippen zoals klimaatrechtvaardigheid en systeemverandering. Maar voor heel veel mensen uit die arbeidersklasse is het niet duidelijk wat ze daar nou eigenlijk bij te winnen hebben of wat het voorstelt. Daarnaast is het probleem dat deze klasse vanuit toch een relatieve welvaart geniet binnen het kapitalisme en zichzelf als het probleem bestempelt. Ze bekijken de strategie vanuit een schuldgevoel. En dat herken ik bijvoorbeeld ook veel bij grootouders voor het klimaat. Die heel erg, het lijkt een beetje van, joh, ik moet mijn kleinkinderen toch wel in de ogen kunnen kijken. Dit leidt ook tot tot strategieën en ideeën over een politiek van minder, wat degrowth heet. Kleinschalige productie en groene consumptiekeuzes, zoals minder vliegen en minder vlees eten. Maar Huber stelt dat in de context van deze schaamte, gecombineerd met de paniek over excessive lifestyles of deze politiek van minder, het niet interessant maakt voor de overgrote deel van de mensen. Het lijkt ook veel op bezuinigen. En dat kennen we allemaal van de afgelopen jaren en wat het ons teweeg heeft gebracht. In Nederland is er gewoon een steeds grotere groep die al moeite heeft om rond te komen. 6 op de 10 huishoudens komen niet of moeilijk rond. En dat blijkt ook maar groeien. Deze politiek van minder, van degrowth, is dus niet te doen en onaantrekkelijk voor deze grote groep. Klimaatstrijd gaat niet om het overtuigen van het geloof in de wetenschap of het verminderen van consumptie, maar om productie en wie de macht heeft om deze productie te veranderen. Ik ben het eens met Huber die stelt dat het essentieel is te strijden voor verbeteringen van materiële positie en omstandigheden te verbeteren voor de meerderheid van de samenleving. Niet een politiek van minder, maar van meer. Dus meer vrije tijd, meer controle over wat we maken en wanneer we het maken en hoe we het maken. We moeten dus niet gaan hebben over abstracte ideeën, maar over concrete sociaal-economische eisen. Willen we macht opbouwen, dan moet dat rond een programma zijn of eisen zijn die de levens van de meerderheid van de mensen verbeteren. En die ook gelijkduidelijk zijn, in plaats van grotere concepten of veel kennis nodig hebben over de klimaatcrisis. Dit kan de vorm hebben van een Green Deal-achtig programma, of eisen die daarop lijken. Een programma gebaseerd op grootschalige investering in een samenleving die wegtrekt uit fossiel. Waarbij uit fossiel stappen wordt geassocieerd met het creëren van banen en verbeteren van de levens van het grootste deel van de mensen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van gratis en toegankelijk OV, het isoleren van huizen. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Dit kwam in het nieuws. Ik zet daar even een stukje over. Ja. Maar hoe dwingen we die verandering af? Met een strategie dus niet gebaseerd is op het aanpassen van consumptie, maar op die concrete eisen. En vooral op de werkvloer. Vooral op de werkvloer zijn er nog hele grote stappen te zetten.
Er worden al jarenlang acties gevoerd tegen de grote vervuiler, bijvoorbeeld Schiphol. Maar de stakingen van afgelopen jaar door bagagepersoneel lieten zien waar die echte macht ligt. Een wilde staking van 150 afhandelaren leidde tot het annuleren van 110 vluchten. Zoveel vliegtuigen hebben de klimaatacties op de luchthaven niet aan de grond weten te houden. Schiphol was niet overtuigd van de noodzaak, ze werden ertoe gedwongen. Het is dus van belang dat de klimaatbeweging aansluiting gaat vinden bij die arbeidersklasse door middel van het inzetten van de vakbond. Vaak wordt er gedacht dat vakbond en klimaatbeweging andere belangen hebben. Klimaatbeleid zou slecht zijn voor de economie en vooral banen kosten. Dit werd ook pijnlijk duidelijk rond de acties rondom het Sterrenbos in Limburg. Waar de FNV zich ook kwalijk schaarde achter de claims van de werkgever en dat de sloop van een bos nodig was voor het creëren van meer werkgelegenheid. Wij waren daar met eisen dat, bomen en banen gaan prima samen. En dat is natuurlijk ook zo. En het is nu extra kwalijk dat die fabriek er uiteindelijk niet is gekomen. En het is ook nog eens zonde, deze mensen hebben vaardigheden die we prima in kunnen zetten. Voor de productie van bijvoorbeeld elektrische bussen of treinen. In plaats van het idee dat hier dus elektrische auto's gebouwd gaan worden. Uit deze kwalijke reactie van FNV is ook het klimaatnetwerk FNV opgericht. Ik denk dat het een heel belangrijk netwerk is voor klimaatactivisten om in te stappen. En in dichterbij die arbeidersklasse, bij andere leden van de FNV te komen, die al geïnteresseerd zijn en het belang inzien van klimaat, maar misschien nog niet alle goede argumenten hebben en een goede strategie hebben. Het is dus belangrijk dat we ons daarin gaan mengen en het gaan helpen in het opbouwen van kritische kaderleden en leden die samen gaan werken met de klimaatbeweging. En natuurlijk, de FNV is er nog lang niet. Het is een vrij conservatieve bond die ook op FNV het moeilijk vindt om sterke eisen te formuleren. Vaak ook uit angst om leden te verliezen. Want het dominante verhaal is nu dat klimaatbeleid vooral banen gaat kosten. En FNV is er natuurlijk vooral voor baanzekerheid. Maar de vakbond zelf is natuurlijk niet hetzelfde als de werkende klasse. Dus het is niet altijd in staat om even goed die belangen van de werkende klasse te behartigen. Het is dan ook, ik zei net, nu vinden ze het lastig om goede klimaateisen te stellen uit angst voor ledenverlies. Maar de bond is ook gewoon ontzettend opportunistisch. En ik denk dat we daar ook gebruik van moeten gaan maken. We zullen zien dat de bond waarschijnlijk echt wel bereid is om te draaien als ze merken dat er heel veel leden te behalen zijn op het gebied van klimaat. Het is dus van belang dat klimaatactivisten lid worden van de bond en actief worden in dit netwerk om goed scherp te blijven en te duwen richting kleurbekennen van die bond. Bijvoorbeeld met het in kaart brengen van wat per sector gevolgen zijn voor de klimaatsector, van de klimaatcrisis, zodat we eisen kunnen stellen. Deze eisen kunnen dan een rol spelen binnen cao-trajecten of andere stakingen. Dit wordt, zover ik weet, nog niet echt samengekoppeld, terwijl hier een enorme potentie zit waar arbeiders concreet op vooruit kunnen gaan. Een kolenfonds is bijvoorbeeld zo'n idee, of zo'n eis waarmee we het belang van behoud van baanzekerheid koppelen aan het belang voor klimaatbeleid. We moeten natuurlijk niet alleen in dat netwerk actief zijn, maar ook op onze eigen werkvloer. Ga met je collega's in gesprek, organiseer je collega's en praat over de mogelijke gevolgen van de klimaatcrisis voor jou concreet op het werk. Het kan klein beginnen met bijvoorbeeld een petitie, zoals de gemeenteambtenaren deden een tijd terug. Maar ook solidariteitsacties met stakers. Zeker nu het nieuwe cao-seizoen weer eraan komt, is het denk ik van belang dat we gaan kijken welke strategische sectoren daar nu voor een cao gaan strijden en hoe we daar een onderdeel van kunnen worden. En hoe we ook bijpassende eisen kunnen gaan formuleren.
En ik denk dat we zo een brug kunnen slaan tussen klimaatactivisten en vakbondsactivisten.